Zoals jullie wellicht gezien hebben, volgen wij al een tijdje het Eco Runner team van de TU in Delft. Die dit jaar mee gaan doen aan de Shell Eco Marathon. En het is zover, de Shell Eco Marathon 2015 is van start gegaan. En wij zijn aanwezig. Laten we een kijkje gaan nemen wat hier allemaal plaatsvindt. Zoals jullie kunnen zien is het een heel gebeuren hier rondom Ahoy. Shell heeft groots uitgepakt. Er zijn zo waanzinnig veel teams die hier met hun voertuigen klaarstaan. Uit zoveel verschillende landen. Ze staan hier klaar om hun voertuigen klaar te maken voor het testen op het circuit. Maar er zijn ook al teams die getest hebben op dat circuit. En nu nog wat modificaties doorvoeren om uiteindelijk beter te presteren. Ik sta hier naast Jim van het Eco Runner team van de TU in Delft, die jullie wellicht kennen van de vorige video die wij gemaakt hebben. Jim, hoe gaat het tot nu toe? Nou, het gaat wel goed. We hebben nu net 3 tests achter de rug. De eerste test hadden we een beetje problemen met de motoraansturing. En de tweede test hebben we drivers prima kunnen laten wennen aan het track. Ja, het is wel lastig zeg maar. Je hebt dus dat voertuig waar je zoveel energie in hebt gestoken en dan moet je iemand anders laten rijden vandaag tijdens de testen. Heb je daar moeite mee? Nee, want we hebben in het jaar al heel vaak met de drivers getest en ja, iedereen ziet ze ook gewoon echt als onderdeel van het team. En ja, iemand van het team wil je het wel toevertrouwen. Ja, nou, dat snap ik dan ook wel. Het waait een beetje. Heb je daar last van als team? Want jullie hebben dan de hoogste luchtweerstand of de beste luchtweerstand zeg maar, voor dit voertuig. Hoe ervaar je dit zelf? Ten opzichte van andere teams is het beter als het hard waait. Want aangezien onze luchtweerstand best wel goed is, is het slechter voor andere teams ten opzichte van ons als het hard waait. Ja. Dus als het heel hard waait, dan zijn we ook wel ietsje slechter. Maar andere teams zijn nog slechter. Ja, dat is progressief natuurlijk. Dus leuk dat je dat zo ervaart. Jullie hebben nu een aantal tests uitgevoerd. Maar straks gaat de eerste racepoging echt beginnen. Hè? Ja, over een paar uur hebben we de eerste racepoging al. En ja, we moeten dan even kijken hoe het gaat lopen, maar ik heb er wel vertrouwen dat het goede kant op gaat. Ja. Wat je nu ziet, ze hebben hier het voertuig staan, zijn nu aan het modificeren, alle kleine procentjes nog iets beter maken. Voor de jongens allemaal natuurlijk waanzinnig spannend, komen wij weer langs om ze lastig te vallen. Maar hoe ervaar je zelf de marathon? Is het voor jou echt veel stress of is het ook wel leuk? Een beetje van beide. Het is sowieso heel veel stress omdat je heel veel bezig bent met gewoon het doen van een project. Gewoon van 's ochtends 6 uur tot 's avonds 12 uur ben je gewoon non-stop bezig en daarna ga je slapen. Dus mentaal en fysiek is het wel heel zwaar. Maar ja, elke keer als hij weer 10 rondjes gereden heeft en weer binnenkomt, dan denk je toch van, dan heb je toch maar weer even voor elkaar. Ja, dan krijg je een voldoening van. Ja, ja. Nou, hartstikke leuk. We gaan jullie zo zeker even bekijken. Ik wens je in ieder geval hartstikke veel succes en ik zal je verder maar even met rust laten. Dankjewel. Oké, man. We staan hier nu naast een van de rijders van het Eco Runner team van de TU in Delft. Hoe ervaar jij het zelf om met zo'n voertuig te rijden? In het begin is het heel gek, want je zit heel dicht bij de grond. En je ligt natuurlijk met je voeten naar voren, dus je moet heel goed diepte inschatten. Maar na een paar rondjes rijden dan gaat het wel wat beter, kan je het beter aanvoelen, ook het sturen en zo. Dus, Lijkt me best een verantwoordelijkheid, want die jongens hebben er natuurlijk hartstikke veel tijd in zitten. Ja. En dan moet jij als iemand die er eigenlijk een soort beetje buiten staat, moet jij uiteindelijk het voertuig gaan besturen. Ja, je voelt wel een beetje druk, maar ja, ik zal niet zeggen dat het heel erg is, want ze wandelen me heel goed, ze verzorgen me heel goed. Maar ja, er zit wel zeker een druk op je en je wilt natuurlijk ook heel goed doen voor ze, want natuurlijk willen we winnen. Daarom heb ik afgelopen week ook erg mijn best gedaan om een beetje af te vallen. Zo min mogelijk te wegen, zo min mogelijk weerstand. Ja. Alles helpt natuurlijk. Ja. Maar voel je dan nu ook een beetje deel van het team zelf? Ja, als je hier aanwezig bent? Ja. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Bezig. Jij wil ook winnen. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. En je probeert gewoon zoveel mogelijk te helpen waar het kan. Ja. Jongens een beetje te ondersteunen. Ja, precies. Nou, heel veel succes straks. Ja, erg bedankt.
teams zijn er klaar voor. De teams hebben hun testen uitgevoerd en zijn klaar om te beginnen met racen. Het gaat hier om duurzaamheid in verschillende categorieën. Wij hebben het EcoRunner team van de TU in Delft gevolgd. Of zij zullen gaan winnen in hun categorie, ik hoop het natuurlijk wel. De Shell Eco Marathon duurt meerdere dagen, dus ja, we kunnen hier niet op alle dagen tegelijk aanwezig zijn. Het is nu van start gegaan en de uitslagen zijn te zien op hartvooroutos.nl.